Beste kijker, op 13 februari 2014 besloot het Belgische parlement met 86 tegen 44 stemmen actieve euthanasie voor kinderen toe te laten. De Belgische koning zou de wet kunnen hebben stoppen wanneer hij had geweigerd deze wet te ondertekenen, ondanks een petitie van 200.000 handtekeningen die hem verzochten de genoemde wet niet te bevestigen, tekende koning Filip de wet tot uitbreiding van de euthanasie naar minderjarigen. Beste kijker, de door wetenschappers voorgestelde abortus na de geboorte kan zodoende nu al omgezet worden. Bedankt voor het kijken.